De boodschap voor die vandaag naar boven moet komen, heb ik totaal geen idee over wat het gaat, maar we gaan zien. Oh, we hebben de Eight of Challenges en de Seven of Crystals. Dus het gaat over weglopen van de dingen die het, jou geen vervulling meer brengen. Niet treuren om hetgeen wat je nu nog maar hebt, maar leren de lessen erin te zien, want uiteindelijk groeien we naar de 10 van kristallen. Ik kan hem zo tonen. Dat is hetgeen waar we naartoe gaan. En de onderliggende dingen is de 2 of crystals. De balans tussen yin en yang. De balans tussen aarde en vuur. De balans tussen alle elementen in het manifestatieproces. Dus daar gaat deze reading over. Wat is het dan moeten weten? Hoe kunnen we het nog op een andere, diepere manier gaan vormgeven? Oké, wat zijn de schaduwen? Omdat we hiermee, om uiteindelijk tot die 10 van kristallen te komen, wat zijn de schaduwen? Daar moeten we ons bewust over zijn. Oké, de toren. Dus er zijn een aantal dingen die gaan neervallen. Het is ook toevallig dat we hier een toren hebben. En hier eigenlijk in deze kaart zie je ook een toren. Met dan hier weer ook die kristallen. Die verbonden zijn met het aardelement, dus met het fysieke. Dus we mogen niet kijken of niet te veel aandacht besteden aan al onze emoties. Maar om te zien of dat we al dan niet geslaagd zijn. Maar het gaat een stuk dieper. En we krijgen de Hanged Man met Crossroads, Transitioning, Turning Point en Decisions. Dus inderdaad, we gaan bepaalde keuzes moeten maken. We krijgen harmonie, maar omgekeerd met Bridges en Joy. Dus daar zijn we nog niet. Omdat we niet focussen op het geluk. En Children met Lessen. Dus de lessen dat we hier te leren hebben. Dus we zitten echt op een kruispunt waarin dat het belangrijk is dat je een aantal keuzes gaat gaan maken. Dus je weet, de dingen die je tot nu toe ervaren hebt, die hebben jou niet altijd het geluk gebracht dat je eigenlijk zou willen. Wat dat maakt, dat een aantal lessen zijn die je hierdoor leert. Sommigen heb je nog niet geleerd, anderen heb je wel geleerd. En we hebben dat net ook gezien. Dat eigenlijk alles, ik ga die misschien ernaast leggen, zodat we kunnen onthouden. Dat eigenlijk de onderliggende reden waarom dat we nu al de dingen die we nu ervaren te maken hebben met die innerlijke balans tussen die yin en de yang. Je ziet ook die yin en de yang hier. De bol en dingen is ook die mannelijke en vrouwelijke energie. Dus eigenlijk alles gaat, wordt geduwd, is in de richting met alle keuzes die je nu gaat gaan maken. Hebben te maken met van oké, brengt die keuze mij meer plezier? Brengt die keuze mij meer licht, is hetgeen dat ik hoor? Let's see, wat is het dat we nog meer moeten weten hierover? Oké, ik hoor eerst in. Five of Swords, maar dus, wel upright, dus in de goede manier, want het is heel moeilijk te zien, dus gelukkig dat ze het erbij gezet hebben. Dus de Five of Swords, not by the rules. Hier zien we ook weer de teken van Venus, dus dat is verbonden met de vrouwelijke energie. Oké, wat is niet volgens de regels? Ik moet zeggen, alles die van zodra en hoe meer je vanuit die hogere energie gaat vormgeven, je leven gaat vormgeven, werd niets nog volgens de regels. En daar gaat het net over. Dan krijgen we ook nog de Knight of Wands, maar dus omgekeerd, met Reckless Show-Off. En dat heeft te maken ook hier met het boogschutterteken. Dus dat is ook nog tot aan mijn morgen. Die gaat over deze periode. En dat gaat voornamelijk, voelt over het feit dat je vanuit je mannelijke energie eigenlijk te veel wilt gaan doen. Terwijl dat je eindelijk moet begrijpen vanuit je vrouwelijke energie dat je wel gewoon dat je genoeg bent. Dat alles genoeg is zoals dat het is. Maar om een aantal dingen te manifesteren en het in het fysieke te brengen. We hebben hier stierteken. Stier is aardeteken. En we hebben Seven of Coins. Dus coins is ook weer aarde. Dat het tijd vraagt. Wacht, dat is eerst deze.
En dus wat belangrijk is, Page of Cups met Romantic Gestures, dat gaat hier vooral over jezelf. Dat belangrijk is om niet te hard te zijn voor jezelf. En dat je begrijpt dat met de Two of Coins, dat alles in de planning zit, dat alles in de balans zit. Dat het te maken heeft met dingen te laten groeien, maar dus Two of Coins, Two of Swords, dus twee. Dat het te maken heeft met die balans enerzijds, maar dus ook met te weten wanneer dat je moet in je mannelijke energie gaan zitten en wanneer dat je in je vrouwelijke energie moet gaan zitten. Want heel veel dingen die je nu aan het leren bent, en hoe meer dat je leert je leven vorm te geven vanuit die hogere energie, dan zijn heel veel dingen gewoon onvoorspelbaar. Maar het enige wat wel voorspelbaar is, daarom ook de King of Wands, is eigenlijk de vuur en de passie in jezelf. De dingen die je wel gaan ervaren, de dingen die je wel gaan doen, de dingen die je enthousiast over wordt. Dat zijn de dingen die je eigenlijk mag gaan volgen. En dus hier krijg je ook weer de Eight of Cups, maar nu omgekeerd, dezelfde kaart als hier, deze grote kaart. Met lack of direction. Dus wanneer je niet dat gevoel hebt, wanneer je die passie niet kan voelen, en we zien ook omgekeerd hier de Fool, of met Free Spirit, dat is hetgeen dat je eigenlijk te doen hebt. Dus ook al weet je niet echt goed welke richting dat je uit moet gaan, wat dat je overal gaat brengen, want dat is de grootste reden waarom dat we geen stappen of geen keuzes durven te maken, heeft te maken met het feit dat je eigenlijk een nieuw pad gaat bewandelen, dat je dingen anders gaat gaan doen dan dat je ooit voor ogen hebt gehouden, dat je ooit, dat je vroeger zelfs niet over nadacht. Zien wat tarot, quantum tarot, er nog over te zeggen heeft. We zien ook de sterkaart. Dus je wensvervulling is er. Anders zou je dat verlangen ook niet in jou hebben. Dan zou je dat niet ervaren. Dan zou je dat niet voelen. Dan hebben we hier de zes van bekers omgekeerd. Dus ook weer geven en nemen die niet in balans is. De Queen of Swords. Ook omgekeerd. Dus er is een transformatie ook gaande in de manier waarop je met je gedachten omgaat. En hoe dat je, en vooral hoeveel kracht en macht je geeft aan je gedachten. Daarom krijg je ook de duivel omgekeerd. En dan ook de, de knecht, de ridder eigenlijk, van de zwaarden. Dus er is geen balans in geven en nemen. Waarom? Omdat er eigenlijk een verkeerd gebruik geweest is van hoe dat je je gedachten moet gaan gebruiken. En dat heb je eigenlijk op een hele negatieve manier ervaren. Omdat je eigenlijk al de dingen, al de angsten die je had, vormgegeven hebt in jouw leven. En dat is hetgeen dat we nu anders mogen gaan doen met die Free Spirit. Daarom krijg je ook de twee van wanten. Waarom? De twee van wanten, dat gaat over die eenheid in jezelf. Waarin dat je mannelijke en vrouwelijke energie leert samenwerken. Om je leven vanuit een hoger bewustzijn te gaan manifesteren. Dan hebben we de maankaart. Opnieuw de sterkaart en de Three of Swords, maar omgekeerd. Dus hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer je vanuit die eenheid in jezelf gaat je leven gaan vormgeven en gaat gaan ontdekken en uitzoeken en waar dat is, dan ga je niet alleen een nieuw begin krijgen in het fysieke, maar ga je ook veel meer kunnen begrijpen waar dat uiteindelijk onderbewuste, dus die, al die emoties die niet bewust waren, dat die begrijpen op welke manier dat die eigenlijk jouw leven op een negatieve manier hebben beïnvloed. En door dat te gaan draaien, dan ga je eigenlijk die emoties en je gedachten op een goede manier kunnen leren gaan gebruiken. Waardoor uiteindelijk dan de verlangens en de diepe wensen die je had, dat die eigenlijk zich gaan beginnen manifesteren door die balans die je ook weer hier hebt. Weer terug ziet ook. En dan, dat is, gaat ook tegelijkertijd ook het einde betekenen van hartzeer, van pijn, van ontgoocheling en zo verder en zo meer. We zien van met deze orakelkaarten wat we nog meer kunnen toevoegen aan deze verborgen boodschap. Okay.
voel dat we daarmee moeten beginnen. Dan gaan we deze puntjes aan de kaart, aan de kant leggen. En waar hebben we Happy? Dat is een boeket met Happy, Harmony, Beauty, Creativity, A Gift, Art, Reconciliation, Expressive, Gratitude, Appreciation, Openness, Love and Warmth. Gaan zien. We hebben omgekeerd Bridge, Communication, Unite, Connecting, Integrate, Share, Collaboration, Harmony, Compromise, Overcoming Barriers. Die lag dus omgekeerd. We hebben dan Mars, the ruler of destruction, survival instinct, lust upheaval, raw energy, sudden change, action, self-assertion, chaos, aggression, desire, impulsive, and anger. En dat is ook weer die toren, zoals we er net in gehad hebben. Dan hebben we heat of the pack, successful, competition, drive, get it done, lead, persistence, will to win, motivated, alpha male, finishing first, and dominate. Weer de moon, zoals hier ook. Met intuition, subconscious, fantasy, romance, psych, affection, recognition, invitation, sensuality, artistic and divine feminine. Firefly met kaart nummer 11. We gaan kijken wat de andere waren. 9, 12, 6, 15 en 32. Met ook hier een 8. Dat is illumination, chemistry, magical, self-discovery, soul spark, light codes, fire, creative spark, someone exceptional. En als laatste hebben we fish met resources, finances, investments, prosperity, money, income, commerce, multiply, large quantity, lavish, bodies of water. Dus wat ik hier ook zie, is dat de planeet Mars is ook verbonden met het fysieke, met het actie. Dus als je je eigen astrologische kaart kent, is het handig om te kijken in welk teken dat jouw Mars zit. Omdat dat ook verbonden is met jouw vrouwelijke energie. Dus zeg ik nu mijn mannelijke energie. Ik moet denken aan deze kaart, daarom zeg ik vrouwelijke. Excuseer. Dus met de mannelijke energie. Dus waar dat de mannelijke energie eigenlijk altijd veel te vaak en veel te lang eigenlijk dingen heeft proberen te forceren en te controleren om tot een bepaald succes te komen, maar het de nodige hartzeer en pijn met zich meebracht, is het nu eigenlijk aan de vrouwelijke energie om te gaan leiden, om dingen naar boven te brengen, om die stukjes van je ziel, de lichtcodes die in je energie aanwezig zijn, om die naar boven te brengen, want dat gaat niet alleen happiness, dat is niet alleen geluk, creativiteit en al die hoogtrillende emoties met zich meebrengen. Het gaat ook succes brengen en het gaat een positieve invloed hebben op je financiën, op je geld, op, met andere woorden, op je fysieke wereld. Want dat is er ook de koning en het, de koekenkaart is eigenlijk ook degene die verbonden is met fysieke. Dus hoe meer, hier is eigenlijk ook weer hetzelfde verhaal. Hoe meer je leert om die mannelijke en die vrouwelijke energie samen te gaan leren gebruiken. En dat je eigenlijk de vrouwelijke energie aan het stuur zet. Maar de mannelijke energie die leidt in het fysieke. Hoe succesvoller dat eigenlijk zal zijn. Maar het grootste probleem is de communicatie. Omdat er eigenlijk geen connectie is. Ze zijn niet united. Ze zijn niet geïntegreerd. Dus collaboration. Ze werken eigenlijk nog niet goed op de juiste manier samen, omdat ze eigenlijk alle twee willen gaan leiden. En dat gaat niet. Je kunt niet met twee aan het stuur staan, dat gaat niet. Dat lukt gewoon niet. Het creëert alleen maar wrevel. Ik voel me geroepen om anders de Twin Flame orakelkaart te gebruiken, maar omdat dit eigenlijk een mooie manier is om te tonen, of te zien, liever. Ja, ik moest aan het toosje gaan. We zijn niet van plan om die te gebruiken, maar omdat dat een mooie manier is om te zien wat de boodschap is voor de vrouwelijke energie en de mannelijke energie en omgekeerd. Want die energieën zijn in allen van ons, of je nu een tweelingvlam bent of niet. Ook in soulmate relaties en zelfs ook in vriendschappelijke relaties ga je ook die wisselwerking zien van verschillende... Oh, dat is allemaal veel te veel. Van verschillende... twee verschillende energieën. Oké. Wat is de boodschap om het te weten voor de vrouwelijke energie? Wat is de boodschap voor de vrouwelijke energie? This journey is teaching us one of the most important spiritual lessons, patience. Wat moeten we weten voor de vrouwelijke energie?
I have been so grounded all my life, it's hard for me to trust the spiritual elements of our connection, yet it can't deny they exist. I can't deny they exist. Ik had ze beetje vertalen, hè. In de zin van hoe dat je het moet zien voor je eigen groei. I need to move slowly with this, but trust that I am moving, even when it seems that I'm not. En de laatste boodschap voor de vrouwelijke energie. I watch you on social media and the internet. It's my way of staying close of finding out more of, about you. Dus, de vrouwelijke energie krijgt als boodschap om nog veel meer te leren vertrouwen op haar eigen spirituele connectie. En dan heb ik het niet over met een andere ziel, maar over dus de connectie dat ze heeft en voelt met haar eigen team, met jouw ziel. En hier gaat het wel over sociale media en internet, maar dus dat betekent ook dat jouw spirituele team ook heel nauw met jou samenwerkt. Dat jouw spirituele team jou als het ware in de gaten houdt en observeert en altijd die dingen doen om jou te gaan beschermen. En ook al heb je soms het gevoel dat dingen traag vooruit gaan, dat dat ook belangrijk is om te begrijpen dat het in de traagheid, dat daar ook hele mooie kansen liggen om fouten te maken en om vanuit die fouten te gaan leren. Als we onmiddellijk zouden gaan manifesteren en je hebt eigenlijk niet de juiste intentie gezet, dan ga je dingen manifesteren die je eigenlijk niet wilt. En vandaar dat er een soort van beperking is wanneer dat gaat over onmiddellijke manifestatie. Dus het is belangrijk dat je je gegrond en vooral je comfortabel begint te voelen in die spirituele... spirituele identiteit, wat eigenlijk jouw werkelijke identiteit is. Dus niks die niks te maken heeft met de leeftijd of het geslacht of wat dan ook dat je nu hebt. Maar dat je echt gaat gaan leren begrijpen en intappen op de energie die je bent. En dan voor de mannelijke energie. My ego is fragile to criticism and rejection. I've created walls to protect myself. Our energy is stagnant. Triggers sometimes happen to break the stagnancy and help the energy flow again. I want to let my guard down with you, but fear makes me lash out in defense. And just like you, I'm always doing some form of mission. My energy and wisdom supports those around me. Wat ik dus heel, heel hard vertaald naar de mannelijke energie in jezelf, is dat het belangrijk is dat je bewust wordt wanneer dat je in jouw ego zelf, dus eigenlijk in jouw... niet jouw echte identiteit zit, maar in jouw persoonlijkheid dat je aangenomen hebt hier op aarde. En dat dit nog steeds voortkomt vanuit het jezelf willen beschermen. Maar dat wanneer dat daar aan getwijfeld wordt, of wanneer dat situaties gebeuren in jouw realiteit, die jou laten twijfelen aan wie ben ik, en dus dit hier ook wat laten daveren op zijn grondvesten, dat belangrijk is dat je begrijpt dat het is om jou vooruit te doen, om jou te laten groeien. En dat het ook veilig is om al die defense mechanismen, om al die coping mechanismen, om die eigenlijk los te laten en te transformeren. Want uiteindelijk het enige en het ergste waar je het meeste voor te vrezen hebt, is eigenlijk angst zelf. Want dat houdt jou tegen om nog meer in je kracht te gaan staan en nog meer vanuit jouw pure, authentieke energie het leven vorm te geven. En dat is eigenlijk een van de grootste missies, dat de mannelijke energie en ieder van ons te leren heeft, dat het oké is om geen controle te hebben over de dingen die vertrouwen. Omdat het allemaal gebeurt vanuit de leiding die die vrouwelijke energie heeft, door de verbinding dat ze heeft met het hogere zelf, met de essentie van wie dat we zijn. En dat ongeacht wat je ook doet, of wat je bent, dat door het werk dat je voor jezelf doet, dat dat sowieso ook een invloed geeft op de mensen om jou heen. En dus dat het ook belangrijk is om daar bewust mee om te zijn. En als je mensen triggert, dat je dat ook niet persoonlijk neemt, maar het ziet door de lens van liefde. En het ziet als waar dat hun stukken zijn en wat het jouw stuk is om te healen en mee aan de slag te gaan. Je hoeft niet de lasten van de wereld te dragen. En wat zijn de... vlammen waarmee dat we kunnen samenwerken. Zie, aardengel Sandal van met liefde. Oeps. Aardengel Sapkiel of Sapkiel met compassion. En je ziet ook weer dezelfde kleuren
naar voren komen. En, voilà, dat is echt wel heel duidelijk. Dus, liefde, compassie en opwinding, ecstasy. En dit zijn de kleuren. Dus dit is de vlam waar je eigenlijk, wanneer je resoneert met deze reading, dat je mee kan gaan werken. Om al de stukken waar we nu besproken hebben, eigenlijk nog een stuk beter te kunnen integreren, te healen, los te laten.